Goedemorgen, ik doe het even zo vanuit de hand. We staan in Durpen, een klein dorpje net over de grens Nederland-Duitsland bij Bourtagne. En gisteravond een Duitser ingereden, even getankt volgegooid en toen ik bij het tankstation weg wil rijden, toen deed de blazer het niet. Hij heeft al een tijdje kuren. En dan moet ik onder het dashboard even zo en een kabeltje prrr, en dan doet hij het weer. Maar gisteravond deed ik dat dus ook en toen was het bzz, bzz. Dus ik denk, oh niet goed. Dus dan moeten we naar kijken. Dus vanochtend, nu, ik ben al bezig met het spul even bij elkaar te zoeken. En wat ik heb een elektrisch materiaal. En dan haal ik eventjes de onderkant van het dashboard los. En dan gaan we eens even naar het kapeltje kijken. Ik heb al gezien dat er stukjes bloot zijn. Dus ik moet even kijken of ik dat, die hele connector er vanaf krijg en het nu erop kan zetten. Of dat ik de blote stukjes moet ommantelen met isolatietape. Dus ik moet even kijken. Want ik zal eerst even dat stukje dashboard loshalen. Kijk, de onderste helft van het dashboard. Dit kan apart los. En hier is de boosdoener. Ik heb de connector al eruit getrokken. En daar zit gewoon ja, stukjes kabel bloot. Dus dat moeten we niet hebben natuurlijk. Want het kan ook fout gaan en fik de bus af. Dus we gaan eventjes aan de slag. Daar ligt het onderste stuk van het dashboard. Ja, en dan ziet zoiets er, er zo uit. Kijk. En ik zie dat ik ook nog wat speling heb, want die kabel die zit daar vastgeplakt, dus dat kan ik lossnijden. En dan heb ik iets meer speling om hier iets mee te doen. Die zijn aardig heet geworden zo te zien. Ik hoop dat het is doordat het dus al langer een beetje bloot is. Dus we gaan eens even kijken wat we daarmee... ik zit half mijn vinger ervoor, zie ik. Yep. Maar nu ik het dashboard toch los heb, kan ik jullie ook even laten zien. Kijk, daar hangt mijn Victron... het relais, wat er dus voor zorgt dat de huisaccu opgeladen wordt vanaf de dynamo tijdens het rijden. Dus die hebben we hier onder het dashboard gemonteerd toen we de huisaccu geplaatst hebben. Dus dan, ja. Maar die zorgt er dus voor dat ik eigenlijk altijd stroom heb als ik maar rij. Ik denk, ik heb nog niet uitgevonden hoe lang ik niet moet rijden om geen stroom meer te hebben achter. Maar, ik geloof het langste wat ik gestaan heb ergens zonder te rijden was 3 dagen of zoiets. Dus, of 4 dagen. Ik denk dat het, was de meet-up in Zunder. Het was op vrijdag aankomen. Dus van vrijdagmiddag, zaterdagmiddag, zondagmiddag, tot maandagmiddag, 3,5 dag ongeveer. Dus, maar dat is dus geen probleem. Nou, ik ga verder met kijken wat ik daarmee kan. Ah ja, en als je elektrisch aan het kloten bent, logica dicteert dat als het contact uit is, dat er op die stekker, de aanjager, geen stroom zou moeten staan. Maar, altijd even voor de zekerheid even checken. Dus ik heb hier altijd zo'n multimeter bij de hand en even gekeken, gewoon ergens even een massaplekje zoeken en met die rode dan even één voor één al die kabeltjes afgaan. En dat kan altijd heel makkelijk, want je kunt altijd in die connector ergens. En massa, die heb ik hier bij de Victron zitten. Dus altijd even checken of er niet toch stroom op staat. Maar er staat niks op, dus we kunnen veilig aan die kabeltjes werken in elk geval. En ook altijd handig, als je zo'n connector uit elkaar haalt, dan wil je hem natuurlijk ook weer goed in elkaar kunnen zetten. En dus ik maak dan altijd even een tikketje van de en connect hoe die uitziet en hoe de draden erin hebben gezeten van links naar rechts. Maar dat geldt natuurlijk alleen als je hem dan in de juiste, dus zo om. Er staan ook nog nummertjes 1, 2, 3, 4 bovenaan, dus die heb ik er dan ook nog even bij gezet. Dus dat kan niet fout gaan. En voordat we het dashboard monteren, gaan we natuurlijk wel eerst even testen. Nou, hier kun je goed zien dat dit zo echt niet kan. Dus dit is ook veel langer al zo. Kijk, ja, daar zijn we. Dus ja, blij dat ik het uit elkaar heb gehaald. Dus eens even kijken, want ik heb niet van die exact dezelfde connectors.
Eens even kijken wat ik heb, of die bruikbaar zijn. En anders moet ik kijken of ik deze voorzichtig open kan krijgen. Ja, dat ik deze sowieso afkort. Dus dat ik die kabels gewoon, ik heb ruimte. Dus de kabels gewoon een stuk afkort en dan daar dingen op zet. En dan voor de zekerheid de uiteindjes ook nog even. Ja, jullie snappen wat ik bedoel. De uiteindjes ook nog eventjes in tape. Dus nou, ik ga hiermee klooien en dan zien jullie straks al wat het geworden is. Ik heb even gekeken en ik heb van deze connectortjes. En ja, ik kan deze zelfs in dit in dit blokje duwen, maar in die connector, zeg maar, om te kijken of die ver genoeg erin gaat, dat weet ik niet. Maar ik kan ze in ieder geval rechtstreeks hier beneden waar ze in moeten. Dat passen er vier gewoon zo naast elkaar, dus dat zou ik kunnen doen. Maar, kijk, in zo'n blokje, dan is dit nog eens afgeschermd. En als ik dat blokje er niet tussen zet, dan zitten die gewoon bloot naast elkaar. Dus dan zou je misschien, ik weet niet of dat zoiets kan overspringen of zo. Dan zou ik ze allemaal moeten aftapen. Ja, ik ga proberen of ik deze hierin krijg. Want de oude connectors eraf halen, dat is altijd iets. Hè. Dat ga ik zeker proberen, maar ik weet niet of ik ze, ja, reusable eraf krijg, zeg maar, zodat dat ik ze opnieuw kan gebruiken. Nou, we gaan proberen. Nou, het kost even tijd. Het is me gelukt. Die andere stekkertjes, die krijg ik niet ver genoeg erin gestopt. Dus dan moet ik het zonder de connector gaan doen. Dus ik wil het toch eerst proberen met die zwarte connector. Nou, ik heb deze leeg. Ik heb hem voorzichtig open kunnen maken. Dus ik ga nou kijken of ik daar, voordat ik aan die andere begin, of ik in deze stevig de kabel erin krijg, zeg maar. Ook de connector op de blauwe kabel. Dit is dus degene. Kijk of die een beetje wil meewerken. Hallo, ja. Kijk, hij is eraan. Ik heb hem nog even schoongemaakt met zo'n koperborsteltje. Ik denk dat ik hier om het steeltje zit er wel goed ingeknepen. Hij zit er ook behoorlijk stevig op. Maar ik denk dat ik nog een heel dun dingetje isolatietape, zeg maar, hier om dit stukje doe. En dan, dan zetten we hem naast de andere. En dan moet ik die rode nog. Nou, ik denk dat we laat weg zijn hier. Ja, veiligheid voor alles, hè. Kijk eens. En dan zeg ik het zelf. Volgens mij, een beetje scherp staan de AUB. Ja, hallo, een beetje meewerken. Nou ja, jullie. We zullen wel begrijpen. Kijk, ik heb er. Ja, daar is hij. Kijk, een stukje isolatietape om dat steeltje. En al zeg ik het zelf, hij zit er beter aan dan dat het er ooit aan gezeten heeft, volgens mij. Ja, dan gaan we hem in de houder drukken. En dan gaan we door naar de volgende. Oh ja, en ik heb wel eens soms van die mensen met van die zakmesjes, hè, en dan zeggen ze van, ja, wat moet je nou met zo'n, ik heb je toch niks aan, zo'n schaartje. Nou, ik kan je vertellen, zo'n klein schaartje is dan weer verrekt dus handig.
om zo'n klein stukje tape. Dus een tape in de lengte richting door midden, een klein stukje. Kijk, hier hangt het andere deel, voordat ik de volgende knecht. Dan moet ik zeggen, dan is zo'n schaartje veel handiger als een grote schaar. En nou, het knutselwerk. Yep. En de laatste. Ja, dat is hij. Nou, ook schoongemaakt weer met zo'n speciaal borsteltje. Nou, dan moet hij daar naast. En dan moeten we die erbij duwen om ze op de plek te houden. Kijk, en hier kun je ook al aan zien. Dan komt natuurlijk dat de kabeltjes bloot zijn geweest. En dat is niet goed natuurlijk. Dus, nou, dit nog even in elkaar zetten en dan steken we hem in en gaan we testen. Nou, ze zitten alle vier weer bij elkaar in de connector. En als het goed is, hebben we rood, blauw, grijs, groen, zwart. Rood, blauw, grijs, groen, zwart. Dat zit goed. Dus we gaan hem insteken en we gaan testen. Nou, we hebben hem ingestoken. En hij doet het op standje 1. Hij doet het op standje 2. En hij doet het op standje 3. Alleen niet op standje 4. Maar dat is een andere oorzaak. Dat zit waarschijnlijk in deze stekker. Want het kachelweerstandje, dacht ik, dat was namelijk een veel voorkomende oorzaak. Bij dit model auto's, dat heb ik al een keer vervangen, dat is nieuw, dat is waar deze stekker in zit. Dus dat is dat bruine ding, zeg maar. En ja, dat was het dus niet. Maar ja, goed, dat maakt niet zoveel uit, want zelfs met standje 3, als ik dat ding dan vervolgens op de raam voorzet, nou, dan heeft hij de raam zo vrij. Dus, nou. Ik ben blij dat dit weer functioneert. Nou, kabels worden niet warm of zoiets. Want dat idee had ik als ik dan aan de kabels rammelde om het goed te doen. Dat warm werd. Even kijken of ik dit nog een beetje zo een stukje tape bij elkaar bind. En dan ja, hebben we dat ook weer gerepareerd. Ik ben ook blij. Hallo, slaapkop. Nou, dit was even een heel ander stukje video. Dus ja, dit soort dingen kom je ook tegen. Hè? En dat is, voertuig is natuurlijk belangrijk. Het is je auto, het is je huis, het is alles. En dat moet niet afvikken. Dus wat dat betreft, toen ik gisteren bij het tankstation stond en ik rammelde aan die kabels zo onder het dashboard zo van hallo, werk. En bzzz, deed. En blauw licht, het was donker, dus ik denk, oh, dat vonkt, stop. En dat stond dus als eerste op de agenda vandaag. En ik wil van hieruit eigenlijk doorgaan naar Bourtagne. Want dat ligt hier vlakbij. En even kijken hoe laat het überhaupt is. Bijna 1:30. Dan hebben ze volgens mij een paasvuur gehad hier. En ja, ik ga wel naar Bourtagne, maar even kijken of we vandaag al doorrijden, dat weet ik niet. Ik ga eerst hier de boel eens even in elkaar zetten en opruimen. Nou, als jullie deze video leuk vonden, duimpje omhoog. Like dus, reactie, krijg altijd antwoord. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Niet vergeten op het belletje te klikken. En dan zien jullie weer graag in de volgende video.